Vier jongeren zijn zondagmorgen in het ziekenhuis beland na het nemen van een overdosis vloeibare ecstasy. De jongeren hadden de drug tijdens het Summerfest in Jeuk gekocht van een dealer. De politie van Sint-Truiden kon de dealer oppakken en burgemeester Moyaerts wil voor de volgende editie van het Summerfest een politiecamera laten installeren. Zowel SPA als CD&V hebben een volledige lijst voorgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen. SPA komt ook dit jaar op onder de naam Lijst Burgemeester. Huidig burgemeester Ludwig van den Hoven is de lijsttrekker voor de SPA, gevolgd door Marleen Thijs. Bij de CD&V wordt de lijst aangevoerd door Veerle Heren en Bert Stippelmans. Op de lijst zijn 14 plaatsen weggelegd voor nieuwkomers en jongeren. Emilie Verhamme is op zoek naar fondsen om haar tweede film af te kunnen werken. Haar eerste kortfilm was al in de running voor een Gouden Palm in Cannes en nu rekent ze op crowdfunding via het internetplatform Film Angel om de film Chernobyl Horror te kunnen afwerken. Daarvoor heeft ze €3000 nodig. En Frank de Winne komt binnenkort aan het hoofd van EAC, het European Astronaut Center in Keulen. Dat maakte de Winne bekend op Radio 1. Bij EAC worden alle Europese astronauten opgeleid.